geen receipt waarvoor je een leesbril nodig hebt. Waarvoor is dat gaan? De sheets die ik laat zien, overigens, achteraf zullen via het forum nog even een linkje mailen waar je ze eventueel kunt downloaden. Dat is maar beperkt van belang, omdat veel van wat we zullen doen zal gewoon in de dialoog zijn en demonstratie van de software. Ja, dat kun je moeilijk in sheets. We zouden om 1 uur beginnen, dat is dan niet helemaal gelukt. Het zou een uurtje of 3 duren. Nou, de ervaring leert dat dat waarschijnlijk ook niet gaat lukken. Maar dat zien we vanzelf, we zien wel hoe ver we komen. Ik weet niet of er mensen zijn die echt zeggen, oh ja, maar luister, ik heb afspraken, ik moet hier ontvangen weer toestel, in de zin van de bestandsstructuur. Het toestel zelf uitlezen op de computer wat er in het apparaat staat. Kaarten laden naar het toestel. Belangrijke tools, GMTK en JDM, daar komen we straks nader op. Alternatieve kaarten die er zijn, routesites, alternatieve... Wat we hier vandaag gaan doen, hoor, maar net even wat anders en met als voordeel dat je het op je gemak thuis kunt bekijken en dat ding ook op pauze kunt zetten om de handelingen nog eens een keer zelf te doen. Dat ding dat kost normaal een kleine €30. Als je dat vandaag zou willen aanschaffen, dan kan dat voor niemand verder vertellen, voor €20. Alleen contante betaling. En nu is het met name bij de 660 dat het SD-kaartje soms wel en soms niet herkend wordt. Ja. Dat is per toestel verschillend. Je kunt 2 dingen doen. 3 dingen. A, zorg dat je niet afhankelijk bent van een SD-kaartje. Voor dat type gebruik is het natuurlijk relevanter om actueel kaartmateriaal te hebben. Dat is zo. Ja. Voor het recreatieve gebruik is het gewoon minder belangrijk. Want je jongens wel alle tijd. Ja. We rijden over de kleine wegen. Dus... Maar ik gebruik het voor allebei. Ja, nee, en dat is het eerste wat je zei. Daar ben ik inderdaad... Onmiddellijk lifetime, hè, bij de aanschaffen, als je het niet al hebt. Dan nog, als er een verandering plaatsvindt in het wegennetwerk, dan gaat ook al komen die kaarten 1 keer per 3 maanden uit, dan zou je denken, nou, over een kwartaal staat het erin. Nou, dat kan soms wel een jaar duren, of langer. Dat komt omdat er allerlei bronnen zijn voor dat kaartmateriaal. Soms komt het vanuit de gemeente, soms komt het vanuit de provincie, soms komt het...